Hi mensen, het is vroeg in de ochtend. We gaan richting Den Haag lopen, want Guylaine wil naar Tikka Max en ik wil naar? Cinnabon. Precies. Eindelijk is het de Cinnabon Bun gaan proberen. Heet dat de Cinnabon Bun? Nee, maar nee, niet echt. Oh. Het is de Cinnabon Bon. De Cinnabon Bun. Vorige week zag je ons in Dordrecht een Cinnabon proberen bij Coffeelicious. Die vonden we erg lekker. Dat is een aardige cinnamon dit. Een hele lekkere dressing erop of zo, hè? Pecan erop, zo lekker. Ik vond wel waarom ze deze aanraden. Guylaine heeft nog nooit Cinnabon Bun op. Jij wel? Ja, wel eens. Ja, hangt er nou een toilet aan dat gebouw daar? Zie je dat, een dixie? What the fuck, ja? We gaan dus Cinnabon Bun proberen. Bun Bun. Jij gaat ook proberen, toch? Ja, tuurlijk, ja. We gaan meenemen of we daar eten. Dat voor ons ontbijt. Ja, weet ik nog niet. Zit ik nog over te twijfelen. Oké. Okay. Laten we gaan, we moeten die kant op. Oké. Okay. Yes. Heb je nog iets speciaals bij TK Maxx waar je voor gaat kijken? Ik wil het gewoon lekker snuffelen en ik wil even kijken of er nog leuk kinderspeelgoed is. Maar je wil een verjaardagje aan. Ja, maar ik dacht eigenlijk dat je eerder ging voor de kerst. Oh, de kerst, ja, ook leuk, ja. Toch? Ja. Dat was toch het hele ik ding? Ik heb echt ontdekt dat ik het leuk vind om... Goedkope kerstshit. Ja, maar dan... We zijn ook laatst in de kringloop geweest. Vond ik echt heerlijk dat gesnuffeld tussen al die kerstzooi. Ja, Guylaine heeft helemaal de TK Maxx ontdekt. Ik koop eigenlijk helemaal niet zoveel, toch? Nee, eigenlijk haast nooit. Nee, maar het is wel leuk om te kijken. Ja. Ik hou gewoon van die winkels waar alles bij elkaar gegooid wordt. Weet je, zo'n... medicament, hoe heet het? Medicamenten... Die grenzen. Ja, het is een hele medicamenten die grenzen. Rare naam. Ook heerlijk, zo al die grijbakken. Ik heb daar wat minder mee, maar misschien heeft dat met mijn laag IQ te maken. Nee, ik weet het niet. Ik weet niet waar je dat mee te maken heeft. Nee, maar sommige mensen houden gewoon heel erg van grijen en pareltjes vinden, net zoals in de kringloop. Ja. En anderen houden gewoon van wat heel overzichtelijk alles uitgestald staat. Ja, ik heb liever een Apple Store dan zo'n rotzooizaak. Ja, ik vind rotzooizaken leuker. Ja, dat snap ik ook wel. Vlak bij ons huis staat er gewoon een oliebollenkraam. Dat wist ik niet eens. De oliebollen-expert. Ik ruik wel lekker naar oliebol. We hebben nog geen oliebol. Meestal eten we er maar eentje. Maar misschien dat we nog een kleine zoektocht doen in Den Haag, toch? Ja, ik ben dus eigenlijk niet zo heel erg fan van oliebollen. Ik vind het op zich wel lekker. Ja, Guylaine houdt heel erg van de geur van frituur. Vooral. Ik heb wel eens eerder gezegd, ja, gezegd dat ik graag... een kaars wil met frituurlucht. Maar toen zei je, waarom zet je dan niet gewoon een frituurpan aan? Ja. Vroeger droomde ik ervan om in een snackbar te werken. Echt? Ja, dan had ik... Toen wist je nog niet zo hard hoe hard het werken was, of zeker? Nou, ik denk dat je op een gegeven moment ook al een beetje zat bent. Dat je steeds in die frituurlucht staat. Maar ik had dus heel graag gewild als wij een familiebedrijf hadden... waar we allemaal in konden werken, dat het een frituurzaak was geweest. Nou, tot zover Guylaine's fantasieën. Ik wilde gewoon rijk worden. Je had niet echt verder Nee, gewoon plannen. Rijk. Gewoon rijk. Ja. Ja, ik ging dus vroeger ging ik dus in een schetsboek à la Jan de Bouvry, ken je die nog? Ja, tuurlijk. Ging ik allemaal interieurs zelf maken helemaal. Helemaal uitschetsen en zo. Er was toch een Jan de Bouvry schandaaltje? Wat dan? Er was iets met Jan. Jan is dood, hè? Al een tijdje. Oh, dan is er niks met Jan. Er is niks meer. Er is niet zoveel meer met Jan. Tuurlijk, hij was opgepakt omdat hij verdacht werd van het indienen van valse facturen. Dat was het. Oh, echt? Ja. Maar dat is 10 jaar voor zijn dood, dus ik denk dat het al opgelost was toen. Mag het open voor ze. Hij was ook losgelaten, dus... Oké. Lullig wel, voor Jan. Ik was wel fan van Jan, hoor. Mijn moeder was dus echt fan van Jan de Bouvry. We hadden dus ook zo'n klok hangen. Wat Jan altijd deed in het programma. Ik weet niet wat programma hij had, maar Jan de Bouvry ging altijd schetsen in zijn boekje. En dan ging hij dus allemaal banken en dat soort dingen intekenen in een huis. Oh. Want hij was interieurarchitect. Ja, ja. Wat ik dus ging doen, als we dat hadden gekeken, had ik ook een schetsboek. En dan ging ik ook mijn eigen droomhuizen inrichten. Schattig. Oh, dat heb je gezegd, ja. Ja. Ja, een droomhuis tekenen. Dat was heel groot zeker. Nee, niet eens altijd. Nee, vaak was het een appartement trouwens, volgens mij. Als ik het nu terugkijk, dan waren het eigenlijk altijd appartementen. Heb je ze nog, of niet? Nee. Oh. Ik heb niet alles bewaard. Ik heb veel bewaard, maar niet alles. Hmm. Ja, goed. Ik vind het een druk kruispunt. Vind ik? Ik raak hier helemaal overprikkeld van. We waren eigenlijk altijd gewend om in het weekend hier te lopen. Door de week is het geen aanrader. Het is erg druk. Uiteindelijk waren we in de stad. Voordat we de TK Maxx binnenlopen, even een kleine boodschap aan de familie Broes. Als jullie kijken, even doorskippen naar deze tijdcode. Jullie mogen niet kijken. Het zijn cadeaus voor de kids. Precies. Ik hoop dat ze wat hebben. Dit is wat je wil, hè? Een groot huis, hè? Het is wel leuk voor je een huis. Ja, zeker. Ik kan wel op plankje. Moet de sarcasme een beetje weer aan? Ja, denk het wel, ja. Echt?
tuurlijk. Dit vind ik trouwens serieus wel grappig. Ja, dat is wel schattig inderdaad. Dit vind ik ook echt iets voor ons huis. Ja, heel leuk. Dit zijn wel kleine kerstballetjes. Oh. Jij wil altijd hele kleine kerstballen. Waarom is dat? Ja, ik vind het klein gewoon leuker dan die grote uit kruiden gewassen dingen. Dit is niet mooi gedaan. Kijk naar die... Heel lelijk. Zou voor je family even twee kerstkaarten halen? Ik vind die eigenlijk ook wel heel erg leuk. Maar die is ook grappig. Die vind ik wel leuk voor Rick en Verne. Zullen we deze dan voor je vader doen? Of is het waarom niet met de hond? Ja, dat is een beetje onaardig, toch? Welke willen we? Sowieso deze, denk ik. Ja, die is voor Rick en Verne wel leuk. En dan een van die. Nou, dan doen we alle twee. Maar nu moet ik hem blurren, want ik weet dat mijn zus kijkt. Oh. Maar die is ook wel cute. Dit is een kinderboek, hè? Ja? Ja. Ik vind het een beetje tegenvallen. Ze hebben niet heel veel. Nee. Ik dacht dat we veel grotere shoppings gingen doen. Deze uitdoen, hij is een beetje verbogen. Oh ja, ja. Nee, maar sowieso die, toch? Maar Guylaine gaat voor deze drie. Gaan we dit doen? Deze weg? Ja, die vind ik niet zo, hoor. Zo. Maar waar is de derde voor dan? Maar zou dit het enige kerst zijn wat ze hebben? Ik weet het niet, schat. Echt niet. Ik vind het weinig. Hé, hey, ze hebben hem nog steeds. Je favorietje. Wat raar is die nog hebben. Ik had al lang gedacht dat die koek zou opgeslokt zijn. Zou worden, toch? Ja. Een koektrommel. Met allemaal koekjes. Die was vroeger altijd gevuld met naaiartikelen. Bij jullie? Ja. Ja? Als je dan... ik vond het altijd zo geweldig. Zo'n doos vol met koekjes. Ik weet niet wat is. Gewoon magical. Weet je niet? Ja. Oké, het staat ook een beetje verspreid blijkbaar. Kun je dan elk jaar weer naar boven halen? Ja, dat vind ik. Ik snap dus niet waarom mensen dat kopen. Dat moet dan weg, hè, als die geen kerst meer is. Ja, maar daar heb je dan toch niks aan. Dat is alleen voor tijdelijk. Het ziet er wel grappig uit, hoor. Daar niet van. Maar een beetje zonde is het wel. Dingen ook nooit zo. Dit is wel leuk. Voor bij... te koop. Nee, maar dat is leuk bij... voor. Die is niet te koop, hoor. Hoe weet je dat? Tuurlijk is dat wel te koop. Nee. Waarom zou dit niet te koop zijn? Dit is echt voor hier. Hij is 16 euro, dus ik denk dat hij dat echt te koop is. Natuurlijk is hij te koop. Wil je meenemen? Ja, is goed. Doe maar in het mandje. Schat. Ja? Moet je komen. Je hebt allemaal babydingen nog. SpongeBob. Afrekenen. Van SpongeBob. Dit had ik als kind echt geweldig gevonden. Hoe leuk is ja, dit, joh? Ja, die burger patties. Yeah. Kinderen tegenwoordig kijken niet echt naar SpongeBob. Tuurlijk wel. Jawel? Ja. Oh, cool. Krusty Krabs. Nice, hè? Dit is wel heel vet. Ik zou het willen. Het is zo jammer dat als je geld hebt, dat je dit soort dingen niet meer leuk vindt. Ja, dat je er niet echt meer de fantasie voor hebt, bedoel je? Want... Ja, de fantasie heb ik er nog wel voor, hoor. Maar... Nee, maar dat je niet echt meer gaat zitten en spelen. Dat nee, het helemaal dat... nee, daar heb je geen... echt voelt. Nee, precies. Dat is inderdaad heel jammer. Als je eenmaal zelf kan kopen... Dan wil je het allemaal niet meer. Nee. Ja, ik had het gezien inderdaad, maar ik vond het een beetje raar wat daar gebeurt met dat zakkie. Hoezo? Vreemd. Geplette dingetjes? Ja, ik weet niet wat dat is. Waarom heeft hij dit? Voor baby's. Vinden baby's leuk, hè? Kunnen ze naar zichzelf staan. Ah, vinden ze dat leuk, ja? Ja. Oh. Ze hebben hier wel heel veel dingen voor kinderen, hè? Ja, wel leuk, toch? Ja. Ninja Turtle Pizza? Ninja Turtle Pizza. Dat is toch cool? Ja, dat was echt wat voor James geweest, denk ik. Houdt u van de Ninja Turtles dan? Heftig al die spullen wel, hè? Ja. Hoe zie je het? Allemaal in, hè, dit. Oh, maar het is ook echt om een babyborn ja, aan te kleden. Ja, dat is kleding voor de zo, babyborn. Hoe gangster is deze babyborn? Ja, die is cool, hè? Maar kijk hoe gangster. Ja. Ze heeft ook nog een met scooter erop. Ik vind dit dus heel eng. Van die... Oh, Anna Geddes, ja. Van die slapende baby's. Rammelaar. Maar dat is ook niet meer echt, hè? 3 maanden. Deze van 0 tot 18 maanden. Ja, dat is als je tandjes krijgt. Ah, van 0 tot 18 maanden. Dat is toch niet dat ze tanden krijgen? Ja. Ik heb zo weinig verstand van kinderen. Waarom kan je dit niet kopen dan? Ik denk dat het ook wel kan er. Dit vinden ze toch juist leuk om aan te zitten? Ja, ik denk die het wel. Die vieze. Dit is helemaal Olivia. Dit. Ja, echt helemaal wat voor haar, hè? Echt een prins, een staart. Moet je dat niet meenemen? Vind je het nou, een beetje overdreven. Ik vind het echt iets voor haar. Dit moeten we meenemen. Ja, ik word al aangekeken dat zo'n groot item met huis in komt. Hoe toch? Ik vind het heel raar dit. Want waar komt het op? Op de kont? Oh, dat is een rompertje. Toch? Dat is niet echt voor Olivia. Normaal gesproken zit het op de kont, hè? Heel raar dit. Ik vind het een raar ding. Die is wel heel schattig, hè? Heel grappig. Die is vanaf een half jaar. Hij is wel heel cute. Ik vind deze leuk. Oké, wacht even. Oh shit, met de lijst weer kwijt. Ja, maar is het degene die ze ook wil? Nee, maar dan... kunt het erbij halen. Dit is geen poppetje, dit is, dit is alleen de uiterlijkheden. Dan moeten we een poppetje erbij hebben. Ja. Ben je geslaagd, meid? Ja, ja, maar dat kan allemaal niet in eigenlijk, hè? Hoezo? Ik heb hem heel kort dan. Dan mag ze niet kijken.
Kan je me uitleggen waarom dit ja, zo populair is? Ja, dat kan ik. Wat is dat dan? Dat is om al het haar uit je gezicht te krijgen als je make-up aan het doen bent. Maar waarom is dat zo populair nu dan? Omdat het er schattig uitziet, denk ik. Je ziet dat zoveel voorbij komen bij vrouwen. Nou, een beetje erover te fantaseren, gaan we nu eindelijk een Cinnabon halen, toch? Jij hebt hem nog nooit op. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ik hoop dat je maar hem lekker vindt. Maar ja, mijn lat ligt wel hoog, want die ene uit Antwerpen vind ik heerlijk. Welke? En oh, ja. Hebben we een fantastische gegeten in Dordt. Ja, wordt lastig, schat. Omdat dus we even dat naar... is niet makkelijk. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dus je bent een beetje bang dat het gaat tegenvallen? Nou ja, het zal vast lekker zijn hoor. En ik heb nog niks gegeten vandaag, dus dat is dus sowieso het, fantastisch. Dus sowieso is het lekker, bedoel je. Ja, ja, ja. Wow, we hebben een eentje gratis gekregen, jongens. We hebben er twee afgerekend. We hebben twee minis. Ja, drie minis dus uiteindelijk. En ze zijn nog helemaal warm, moet je voelen. Zwaar ook, zwaar. Ja, ze zijn zware bad boys. Waar kunnen we het eten? Even aan de zijkant bij de Haagse Bluf, denk ik. Dan, zo, toch? Oh ja. Oh, ik ben zo benieuwd wat jij ervan vindt, schat. Anders ik wel. Kijk jongens, dit zijn de Cinnabons. De Cinnabon Buns. Mag ik de eerste hap nemen? Jij mag de eerste hap nemen. Ja, ze zijn... smooshy. Ze zijn smooshy en bushy. Dezelfde? Dat is heel lekker. Wel heel anders dan afgelopen weekend. Alles zit onder bij jou. Sorry. Oeh, die is wel heel goed. Er zit wel heel veel spul aan de onderkant, zie je het? Wat gebeurt er in je mond, schat, als je dit eet? Dat is even normaal. Als ik een kritiekpunt mag geven, nou, vind ik het iets te veel kaneel. Hmm. Ja, het is heel raar dat ik dat ga zeggen. Het is wel een overload aan alles, vind ik. Ja, het is een heel erg overload. En heel veel suiker. Ja, hij is heel zoet. Ja. Die andere vond ik wel iets beter, iets gebalanceerder, maar ik vind hem wel erg lekker. Maar ik vind de structuur wel heel lekker, zo zacht. Ja, het is een beetje dubbel, want aan de ene kant denk ik van hij is heel zoet, maar aan de andere kant denk ik ja, had hij dan minder zoet gemoeten? Nee. Ja, iets. Iets minder zoet, ja. Maar ik zou het een goede, ja, 3,5 sowieso, ik zit twijfel of naar 4 gaat. Ja, ik denk omdat hij warm is dat ik hem 4 donuts geef. Als die koud zou zijn, dan zou ik zeggen 3,5. Prijs vond ik wel prijzig. Ja, dat was voor zo'n kleintje. Twee van die kleintjes hadden we voor €7,20. We kregen er wel eentje gratis extra bij. Dat is dan wel weer lief. Maar vind ik wel aan de hoge kant voor een kleintje. Have a roll is beter. Mm-hmm. Maar hij is wel echt lekker. Maar dus je die in de buurt? Ik moet toch maar zelf kaneelbroodjes gaan maken. Ik ben zo'n fan. Als je dit zou kunnen, dan is het wel echt geweldig. Ja. En we gaan binnenkort weer naar Antwerpen. Dus ja, maar daar heb ik heel veel andere dingen te proberen. Nou, we gaan sowieso zo'n ding halen. Ja, voor dat thuis. Dat is geen discussie mogelijk. Zo, oké. Okay. Leuk beeld trouwens. Ja, maar wel 3,5 donut. Kom. Nadat we de cinnamon roll hadden geprobeerd, die, nou ja, als ik er nu over nadenk nog wel erg lekker was, dronken we een koffietje bij Anne en Max. Daarna gingen we richting huis. Om vervolgens weer de auto in te springen om naar kantoor te gaan. Met een broodje. Een beetje te eten. Ja. Een broodje. Dit keer een broodje van Vivre. Een broodje van Vivre, dat zit lekker dichtbij bij ons. Lekker broodje hoor. Zo, daar gaat ze. Helemaal voor jezelf, hè? Ja, ik moet zeggen dat het nu alweer oké gaat met mij. Ja. Wel lekker. Ik vraag me af of het wel echt legit is, als je dat zo zegt. Wat? Nu alweer overheen ben. Mm. Nee, dat voelen we wel prima. We gaan heel even langs kantoor. Moet even wat dingetjes doen. Tenminste, ik vooral eigenlijk. Jij gaat gezellig mee. We hebben te horen gekregen dat het restaurant wat tegenover ons flat komt, waarschijnlijk halverwege december open gaat. Zullen we in december dagelijks gaan vloggen? Dan alsnog zit je heel de dag achter je laptop, toch? Ja, als je er echt wat van maken wil maken, wel. Als je gewoon alle beelden achter elkaar kwakt, niet, toch? Hm. Kan je het ook gewoon doen, een keertje. Ja, en toch wil ik er altijd iets leuks van maken. En dan leg ik me te veel druk op. Mm-hmm. En dan blokkeer ik al een klein beetje. En ik weet, dan gaan mensen zeggen, je moet niet zoveel druk opleggen. Ik vind het altijd leuk om te kijken. Ja, maar ik snap dat. Dat vind ik ook heel leuk om te horen. Niemand heeft je naar gevraagd hoor, naar deze informatie. Maar de druk die ik opleg, dat komt echt niet vanuit kijkers. Ik snap dat kijkers zeggen van, dat heb ik ook wel eens te horen gekregen. Ja, gewoon online zetten, want wij vinden het toch leuk om te kijken. Dan denk ik, ja, dat vind ik ook fijn dat dat zo is. Maar ik ben er niet blij mee en dat is toch echt het belangrijkste. Mm-hmm, dat vind ik dus ook. Ja. Maar, komt misschien een beetje egoïstisch over, zoals het niet bedoeld overigens. Maar... Nee, maar je wordt het gelukkigst van dingen maken waar je echt... Anders kost het me te veel tijd en moeite. Al je creativiteit in kan stoppen en gewoon
Ja, en gisteren was je ook een stukje aan het opnemen. Toen was je helemaal enthousiast erover. Dat zie je me niet zo heel vaak. Want vaak is het toch een beetje doorpushen. Dan zit je achter elkaar te editen. En dan kom je van die stoel af helemaal hout terug. Niet doorgehad dat je verkeerd zat. Dan zit ik in de hyperfocus. Ja, dat heb ik niet vaak. Nou, heb ik niet vaak. Nee, mijn laatste hyperfocus resulteerde in 3 weken... Nee, wat is het? 2 weken pijn aan mijn griep. Is nu weg trouwens. Ja, toen was ik ook even gestopt met meer dan 1 bakkie. Mm. En nu ik weet dat het daar niet aan ligt, ben ik weer helemaal off the rails. Ik zeg wel, vandaag 6 bakken koffie erin zitten. Oké. Ja, ik moet wel zeggen, de mystery box video. Dat stukje, daar hadden we het net over. Die heb ik donderdag online geplaatst. Als je dat nog niet gezien hebt, ik zou het toch even checken. Want ik vind dat heel lang grappig geworden zelf. Ja, ik ook. Wil je nog of moet ik het opbeten? Niet meer lekker. Hè? Ja. Hè? In de video over 10 jaar vetgezellig zei ik het volgende. Meerdere schijven kopen en backup alles waar je mee bezig bent op dat moment. Na die video kreeg ik een mailtje van Synology. En zij hebben mij deze NAS opgestuurd. Waar ik heel erg blij mee ben. Als je niet weet wat een NAS is, het is eigenlijk een harde schijf die je aan een netwerk zet. Zodat iedereen erbij kan. Ik kan namelijk thuis, bijvoorbeeld op mijn laptop, projecten die ik hierop heb staan, gewoon downloaden. Daarnaast kan ik via mijn telefoon erop komen. En je kan de harde schijven die erin zitten eruit halen en weer nieuwe erin zetten. Wat voor mij heel erg handig is, aangezien ik best wel veel projecten per week maak en ik soms ook wel eens dingen kwijtraak. Als ik het hierop zet, dan weet ik zeker dat ik er altijd bij kan. En dat ik nooit meer een harde schijf heen en weer hoef te zeulen. Met het Hyper Backup systeem kun je een eenvoudige kopie maken van de bestanden op je NAS. Naar bijvoorbeeld een externe harde schijf of naar een andere online opslagdienst. Zodat je altijd een reserve hebt als er iets misgaat. Voor mij is dit echt oprecht een uitkomst en ben ik ook heel erg blij dat Synology dit naar me toe heeft gestuurd. Dus heel erg bedankt ervoor. Mocht jij nou denken van joh, zo'n ding vind ik best interessant. De bovenste link in de beschrijving. Ga even kijken. Dan ga ik nu even verder. Ik moet nog even wat dingen afmaken. Oh, ik heb trouwens zo nog een ander leuk pakketje. Even voor de zekerheid. Ik word dus niet betaald om dit te zeggen. Ik heb die NAS gekregen. Ik ben er wel echt oprecht heel erg blij mee. Als je het doosje hebt gezien, dan weet je misschien al wat erin zit. Ik dacht dat ik maar 1 letter opgestuurd kreeg. Wel lekker. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog een ander doosje, maar dat is een boek wat ik heb besteld. De pakketjes zijn groter dan ik had verwacht. Ik ga eerst even het minst interessante voor jullie. Ik heb dus een boek gekocht. Naar aanleiding van dat ik eergisteren met Guylaine het erover had dat ik die tekenaars zo leuk vond. Oh, dat is heel netjes ingepakt. Oh, netjes. Pak wij niet wat in, schat? Dit is het boek. Hier staan dus allemaal tekeningen in, artwork. Van 2 tekenaars uit Frankrijk die ik heel leuk vind. Het zijn vooral schetsen, maar ik vind het wel cool. Ik had het met Guylaine over en toen dacht ik, oh ja, dan ga ik toch eens kopen. Jullie zien dit en denken van, wow. Ze zijn blij, want ze hebben weer een nieuwe hype bij die kerstbeken ding. Zak bij gekregen, schat. Cool. Oeh, snoep. Ik heb helemaal dingen gekregen. Cadeautje 1. Dit is de Oreo birthday cake. Wil je ook eentje uitpakken? Nee hoor. Ah. Dubai? Ah, kijk. Dit is degene die iedereen wil. Dit is die poep variant. Kijk, dit is ook een drol. Eww. Zullen we de drol even proberen? Birthday cake Oreo. Weer zo'n gezonde balansdag. Heerlijk dagje. Ik proef de Oreo niet echt. Het is wel lekkere chocola. Oh, waarom hebben we een grote snoepletter gekregen? Ja, dat weet ik ook niet. Gewoon omdat ze... Napoleons! Omdat ze mij lief vinden. Oh, dat was trouwens in de vorige video, zei je dat nog. Ja, ik was vroeger echt addicted aan Napoleons. Aan de wat? Napoleons. Ja, van deze, schat. De frambozen. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Eigenlijk de dag voordat je dit ziet. De snelweg op zonder begeleiding van Ed. Omdat ik hem nu echt een keer moet gaan doen. Ik vind het alleen echt rete spannend. Als ik het niet een keer ga doen, dan gaat het nooit gebeuren natuurlijk. Dus ik zal het wel een keer moeten. Het zat al heel tijd in mijn hoofd en ik wil het eigenlijk niet zeggen tegen Guylaine van ja, ik moet dat eigenlijk nog doen. Waar rijden we heen? Want we willen naar kantoor en dan vind ik dat zo eng dat we dat ding op moeten doen. Ik had dus eigenlijk gisteren rijles, maar dat ging niet door. Toen dacht ik, oh heerlijk, heerlijk. Maar ja, toen dacht ik ook weer van ja, maar ja, zo kom ik nu geen stand dichterbij. Dus dan moet ik het toch echt een keer gaan doen. En toen dacht ik vanochtend, oh nee. Rustig, ik doe het heel snel gelijk. Je moet toch juist? Ja, niet in de bocht, maar hier kan je lekker snel. Even voor context, het is voor mij al ruim 4 jaar geleden dat ik zonder instructeur de snelweg op ben gegaan. Ja, ten eerste kan je gelijk aan. Ja, schat, ik vind het echt heel eng. Komt goed. Hij gewoon lukt 90. Schat, ik krijg paniek afval. Goed je stuur vasthouden, gewoon...
Rustig rijden, niks aan het hart. Om te beschrijven wat een beetje door mij heen gaat. Hier op dit moment krijg ik heel veel hartkloppingen. En heb ik het idee dat ik de macht over het stuur verlies. Wat niet gebeurt, maar dat gevoel krijg ik er wel. Ik hoef niks aan. Nee. Kijk ik er overheen. Is goed zo. En hier viel een klein beetje de spanning weg. Goed toch? Ja. Ja? Mag je eerst als 40 rijden, want anders ga je heel snel de bocht in. Nou, laten we die graftunnel maar gelijk erbij doen. Ja, is goed toch? Nou, ik heb genoeg adrenaline voor de dag hoor. Dus ik ben gelijk wakker. Tering, wat was dat heftig. Nou, het was je eerste stuk zonder Ed. Ja. Nou, goed toch? Ja, dat is waar. Ik wil alleen op cruise control. Oh echt? Op 80? Ja, 88. Oh. Ik word helemaal hoog. Maar je moet gaan merken dat af gaat nemen natuurlijk. Ja. Want dat is zo in het begin wel waarschijnlijk nog heel erg aanwezig zijn. Ja. Dat je bang bent dat je het stuurhaar gaat doen of dat je weg gaat vallen. Of maar had je het idee dat ik het goed deed? Ja, hartstikke goed. Ja. Ik denk dat je gewoon wat vertrouwen erin moet krijgen. Ja, dat is ook zo. Dit is nu het grote probleem, hè? Want ik voel me dus nu gefaald. Erger. Dat voel ik serieus. Ik voel nu alsof ik gefaald heb. Ja, dan moet je eerder tegen jezelf zeggen dat je het geweldig Ja, dat probeer ik ook de hele tijd. Van goed gedaan, goed gedaan, goed gedaan. Goed zo. Dat is de enige manier. Maar ja, dat zie ik wel gelijk weer heel duidelijk hoe ik mezelf saboteer in dat opzicht. Maar ook omdat ik nu denk, oh ja, kut, nu heb ik dat gevoel als ik te snel op zou rijden. Ben ik bang dat het volgende keer weer dat gevoel optreedt. Maar ja, aan de andere kant kan je ook denken van, maar er is niet echt iets gebeurd. Ja, als in, misschien dat het goed ging. Ja, dus dat gevoel mag komen en mag er zijn. Hmm. Alleen dat gevoel toelaten en dat gewoon oké vinden, dat is denk ik het moeilijkste wat je kan doen met angst. Ja, en niemand heeft ooit gezegd dat het makkelijk is, toch? Angst aangaan. Trouwens, we hebben nog gisteren iets leuks gekocht. Voor in onze kerstboom een krompoes. Die was bij de blokker. Snel erbij wezen. Snel erbij wezen, op is op. Blokker is nog nooit zo druk geweest als gisteren. Nou, het was wel druk, ja. Leeg verkopen. Ja. Nog een kleine toegift aan het einde van deze video. Gisteren dus de snelweg op geweest. Vond het wel echt lastig. Het is gewoon een proces. Ik zit daarin. Het komt wel goed, denk ik. Maar we gaan volgende week naar de Efteling. En we slapen ook in het Efteling Hotel. We gaan een foodtour maken. Maar het leek me ook dus leuk om misschien het hotel te testen. Laat vooral weten of je dat leuk vindt. En wat moeten we dan gaan testen? Het ontbijt hebben we namelijk ook. Dus we kunnen van alles doen. Er komt dus Efteling content aan. Het is alweer 2 jaar geleden voor ons. Ik heb er heel erg zin in. Laat het vooral weten. En tot woensdag.